Yo, dat mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Build Battle. En ik ben hier samen met Vaken, oftewel Lars. Hallo Lars. Hi. Hi. Het zal mijn bitch zijn gedaan. Ja, het zal mijn bitch zijn. Dat mag, het mag. Graag, fijn. Hij weet tenminste zijn plek, Ja, ik heb het ondertussen wel geleerd, Dit is de eerste keer dat ik opneem met Lars en we gaan meteen voor Build Battle. Ik heb gezien op jouw kanaal dat jij er best wel goed in bent. Ja, het ligt eraan. Sommige onderwerpen die liggen mij heel erg en soms heb ik zoiets van, wat de fuck moet ik hiermee? Maar als het een beetje goed gaat, dat doen we het. Ja, de vorige episode trouwens heb ik nog aan je gedacht. Dan hadden we kip en die hadden we gewonnen ook. Ah, ik kreeg de gedachte aan de kip die jij hebt staan in Atla, zeg maar, dat standbeeld. Die hebben een aangebouwd. Beetje... Ja, volgens mij wel. Oké, okay, nee, goed, we gaan lekker beginnen en we zien jullie in game. Oké, okay, we zitten in game en het thema die we hebben is... Minions! 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 I like minions. Oké, okay, zullen we één grote minion maken of zullen we... Wat is de gameplan? Eén grote minion. Eén grote. Kunnen we daar meer aandacht aan besteden? Is goed. Oké, okay, wacht, laten we even kijken. Heel veel mensen gaan zeker voor die pixel art zoeken op YouTube. Dus dat willen wij dus niet gaan doen. Ik wil een 3D minion hebben. Even kijken, wat hebben we nodig? Black wool. Blauwe wool. Blue wool. Yellow wool. Ja, en yellow wool. Dan hebben we... En grijs, want ze hebben toch een brilletje op. Ja, ze hebben een brilletje op. Ja, great. Ik ga wel even een voorbeeldje pakken van een minion, anders... ik ga het even opzoeken op Google. Ik zoek het ook wel even. Oh, white wool hebben we nodig. Of dus wool. Hebben we nodig. En grijze wool voor de bril. Dat dacht ik dus al. We moeten ook niet te lang weer wachten, want we hebben nog maar 6 minuten. Dat is niet heel lang. Oké, wacht. Anders begin ik met de schoenen. Dan weten we een beetje hoe hoog je moet worden. Ja, we moeten niet... wel het boekje omheen doen. Ik doe hem wel zoiets. Kijk, dit zijn zijn voetjes. Gewoon kleine voetjes. En dan maken we ze later wel 3D. Lichtblauw of zullen we voor donkerblauw gaan? Donkerblauw. Donkerblauw is cooler. Ja? Zet nog even een donkerblauw, dan kopieer ik hem van. Oh ja, dat kan je. Ja, klopt. Ja, oké. We gaan 3D maken. Dus we maken die schoenen zo. Oh, kijk die aan dan. We gaan meteen aan de broek beginnen. Het ziet er niet uit zo, maar zo wel een beetje, kijk. Ja, joh, als dat eigenlijk maar cool eruit komt te zien. Gaat het om het begin? Het gaat om het einde. Oh, dit is de aanhouder wint altijd. Hè. Dat is les nummer 1 in het leven, jongens. Les nummer 1 in het leven. Aanhouder wint altijd. Oké, hij heeft wel twee fucking scheve voetjes. Maar ja, het zijn minions. Het zijn toch lelijke beestjes. Dus, Yo, het maakt het uit. Het zijn fucking minions. Dan hadden ze maar de baas moeten worden. Dan hadden ze niks te zeuren. Maar dat is hun hele bestaan juist. Dat ze geen baas willen zijn. Ze moeten werken voor een baas. Heb je die film niet gezien? Nee, ik heb nog niet. Verdomme! Dan leer je eigenlijk wat ze doen. Ze zijn minions omdat ze dus niet eigen baas willen zijn. Maar ze willen gewoon graag. Wacht, op een gegeven moment gaat hij dus. Wat het altijd is. Bij die. Hoe heet die? Dave. Die gaat zo. Ja. Dan niet eentje hoger. Zo gaat het. Zeg maar, het gaat. Zoiets. En dan gaat hij nog eentje recht. Want hij heeft een soort tuinpakken, hè. Dus die tuinpakken, die gaan zo. Oh, ja, die ja. Kijk eens. Zoiets, kijken. Zo. Ja, zoiets. Ja. Dan moet hij naar de andere kant ook. Juist, dat is mooi. Oké, dan doe ik vast dit geel. Oké, dan kan die arm geel... Oh, hé. Hey. Ja, dat klopt wel. Je hebt echt de vetste minion ooit. Ik denk zoiets, zo. Geen handjes. Oh, jawel. Ik ga die handen hier vastmaken. Ik weet het al. Ja, ik weet het al. Ik heb het al gevonden. Zo, kijk. Zo zit ik zijn handje neer. Daar heeft het wel zoiets. Kijk, ik heb zijn handje. Ah, zo cute. Kawaii. Dit is echt de beste minion ooit dit. Ja, zeker weten. En natuurlijk wat hem uitdeuken. Want hij heeft wel een beetje een buikje natuurlijk. Het zijn ronde beestjes, hè. Ja, een beetje ding krijgen. Kijk, ja. We hebben hem al. Daar gaat hij. Hup, ik maak hem wel iets dikker. Hoe lang hebben we nog? 4 minuten. Ja, je moet wel weten, Lars, ik raak altijd in paniek in de laatste 3 minuutjes. Dus... Sowieso. Ik heb nog 4. Hoe vaak heb jij dit gedaan al? Ja, een stuk of 15, 20 keer, zoiets. Oh, jezus. Ja, jij bent al een veteraan. Kijk, ik heb het maar 1 keer gedaan nog, weet je. En dan raak ik echt in paniek op een gegeven moment. Nou, wat ik ondertussen gemerkt heb bij deze game, is dat als je een te groot project pakt, dan krijg je het niet af en dan win je sowieso niet. Ja, natuurlijk. Als het niet af is, dan win je het nooit. Dus dat is echt dodelijk, een te groot project aanpakken. Een te klein project is ook niet cool. Nee, dat is saai. En af en toe winnen er dingen waarvan je denkt van, what the fuck is het? Ja, maar wij hebben voordeel. We hebben de YouTube rank. Op een andere manier. Oh, YouTube. Wat, maak je echt eigenlijk één stokje? Oh ja, zo mooi. Ah, stof. Legendary. Er was een diepe betekenis zit erachter. Oké, eens even kijken, want nu heb ik het een beetje... Oh ja. Ja, ik hou alvast voor de bril. De 3D maken is een beetje moeilijk. Oké. Dit wordt lastig, want die bril moet wel een stukje uitdeuken. En zijn hoofd zit ook hier. Oké, kijk, dat bedoel ik. Ja. Nu gaat de paniek. Nu komt de paniek. Ik hoor je stem ook inderdaad gewoon. Het spijt me, Lars. Ik wil. Ik ben een bitch. Nu ben ik een bitch. Oké, zie je het al. Kijk, we doen het zo.
Dit, tot zijn hoofd tot, zeg maar, tot hier. En die bril moet er eentje dieper, hè? Eentje verder, Lars. Eentje verder. Ja. Eentje verder naar het midden. Juist. Deze kant op. Nee, hier naartoe. Zeg maar, hij wordt dikker, het hoofd, zie je? Dat we niet gewoon een pixel art hebben, weet je nog? Oh ja. Ja, maar hij was wel half 3D. Oh god. Nou, begin jij in die bril dan? Ik snap die bril niet helemaal hoe je hem bedoelt. Shit. Maak jij hem dan 3D van de voorkant nog? Dat die buiken zo kloppen? Want ik ben het helemaal kwijt wat ik in mijn gedachten had. Oké, hoe ziet het lelijke beest eruit? Oh ja, zoiets. Heeft hij een soort strappy? Dat begon zo mooi, Dylan. Ja, maar ik raakte in paniek. Dat zei ik toch? 3 minuten nog had ik, hè? Jeetje. Ja, dat 3 minuten? Ja, nu niet meer. Nu hebben we nog minder. Oh, fuck. Weet je wat maakt wel die één oogige gast? Ja, dat is die Kevin. Oh, dat kan ook. Ja. Die heeft 1 oog. Dat maakt een stukje makkelijker voor me. Hoe heet die? Kevin? Kevin. Kevin is ook een bitch, hoor. Sowieso. Oh, jeetje. De laatste prison episode, joh. Waarom betray ons? You little scruffy bastard. Kijk hoe aardig ik altijd voor je... Oké, nou maar. Dan zeg ik hoe aardig voor je... De rest van de kijkers heeft echt geen idee wat het over gaat waarschijnlijk. Ja, het gaat over de prison natuurlijk. Oh god. Oh ja, maar staat die al online tegenwoordig? Ja, die staat online al tegenwoordig. Oh help, ik heb ook echt totaal niet meer op zitten letten. Die is net online gekomen vandaag. Dus toevallig dat we het net opnemen, staat hij net een uurtje online of zo. Oh, nice. Oké, Lars, we moeten nu wel echt even opschieten, want... Ja. We gaan even de blowboat gaan we er doorheen gooien. Oké, tak, 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 tak. Up. Oh jeetje, ik dacht dat gaat wel lukken die minion, maar Dylan, je hebt een grijs... Wat voor fucking texture pack heb jij? Ja, ik heb een PvP texture pack. Hij is grijs. Het is een grijze bril. Iedereen heeft John Smith, Dylan. Oh jeetje, Mina. Ja, John Smith heb ik ook, maar alleen voor Kingdom. Ja, maar niemand die snapt wat dit is als je een andere texture pack hebt. Oh god, oké, sorry. Oké. En dan maken we zijn oog. Kijk. Het ziet er nog goed uit. Alleen dan moeten we nu echt super hoog. Als een malle achterhoofd gaan fixen. Jij zijn hoofd? Ik moet zijn handje nog doen. Shit. Oh shit. Oh. Paniek. 2,5 seconden. Oh man. Oh, 40 seconden. Oh ja, makkelijk. Makkelijk heb je dat. Hij moet 2 hoger komen, anders past het niet. Anders klopt hij niet. Zo ja. Ik kan niet alles tegelijk. Ja, ik ben erbij. Oh god. Oh nee, dat helpt. Oh. Hey, ja, we hebben hem. Kijk. Als ik dan nou eens zo doe, zo. Kijk eens. Zo. Even kijken. Klopt het allemaal zo? Nee, niet. Hij klopt niet. Oh. Ja, nu klopt hij. Kijk eens aan. Hij is tof voor Dylan. Oh, wacht. Nee, we missen de achterkant. Ja, heb je hem, Lars? Zo is hij goed. Denk ik. Ja, fuck it. Oh. Het lijkt wel van binnen. Het laatste blokje. Ah, ja. Wat is dit? Dat zijn derps. Dit zijn nice. Derp minions. Maar ik zet hem op poep. Ja, ik vind het op, zijn geen minions. Hello, boys. Hello. Wow, yo. Wat is dit dan? Ik weet niet wat. Hij heeft geen buik. Hij is fucking dik. Wat? Het is geen van gehandicapte minion, bedoel je? Ja. Rot op de of. Oh top. My god. It's legend. Epic. Legendary. Wow, so nice. 10 out of 10. Hij vote is 9-11. Google. Gewoon gegoogeld. Super poep. Je bent ook echt een smicht af en toe, hoor. Dit is een recht van Google. Kijk dan. Die heb ik... Ik heb toch ook gegoogeld hoe een minion eruit ziet. Ja, hoe het eruit ziet, maar dit is gewoon, hij heeft gewoon letterlijk gewoon een pixel art gepakt. Ja, kijk, deze vind ik leuk. Deze vind ik goed. Kijk, deze heeft een penis op zijn hoofd. Wat de fuck is dat? Ja. Ik heb hem goed gezet. Oh, deze is ook wel leuk. Ah, deze is ook wel leuk. Deze is tenminste nog creatief. Deze zit ik wel op good. Ik vind hem wel goed. Dit is een minimalistische minion, maar hij doet het wel goed. Ja, kijk je. Oké, deze is wel leuk. Ah ja, deze heeft ook echt een band om zijn hoofd. Hij heeft wel een beetje een groot hoofd, hoor. Ja, wel een gigantisch hoofd. Maar ik zit wel weer op epic, vind ik deze, hoor. Ja, hij is wel leuk. Ja, I like it. Eens. Deze zijn... Oh, dit zijn met z'n tweeën. Ja, het is wel oké. Ik denk wel dat ze daar bonuspunten voor krijgen, omdat het 2 zijn. Ja, ik zit wel op good. Ik vind deze wel netjes. Vandaag ben ik een beetje eerlijk. Normaal was ik altijd super poep. Ik ben super gemeen. Oh, kijk, even een banaan. Ik vind deze een beetje saai. Een beetje... dus het is een pixel art. Het is pixel art. Ik heb deze dat hier staat. Godverdamme. Deze niet af. Nee, deze nee, heb je zien. Deze is zo lelijk. Wat heeft die? Dat zijn dat van tanden of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar ik zou toch echt niet zo ziek willen zijn als hij is. Oh, deze is leuk. Oh, wauw. En een banaan. Oh, deze is echt cool. Deze is aan het zwemmen. Nice. Ik vind hem echt cool. Ik zit hem met epic. Deze is wel leuk, ja. Ja, is wel leuk.
Het is mij wel van Google af, maakt maar niet uit. Hij heeft ook gewonnen. Hey. Ah, GG! We zijn derde geworden. Een derde. Niet slecht. 4 puntjes. Ja, deze was echt mooi. Deze is echt mooi. Ja, terecht gewonnen. Ja, terecht. Ja. Ja. Terecht. Helaas. Dan gaan we 100% winrate. Verdomme! Ik doe één keer mee en ik verneuk het meteen. Ja. Zo balen. Dat geeft niet. We gaan door naar potje nummer 2. Yes. Oké, mensen, blij van potje nummer 2. We zijn aan het afwachten wat er gaat gebeuren. En ik ben hier staan nog steeds met Lars. Kom aan, yes, Lars. Sir. Deze gaan we pakken, man. We gaan het goed doen deze keer. Het is goed, maar het kan beter. Sport! Shit, dit gaan we doen. Tennisracket. We gaan tennisracket. Zullen we een tennisveld bouwen? Een tennisveld. Dus we beginnen met rode. Ik weet wat ik ga doen. Rode, wat is een beetje roodachtig? Wacht eventjes. Voordat je wat begint. Dit. Zo. Oh, jij moet de grond veranderen. Ja, welke grond? Ik dacht granite, zeg maar. Een soort greffel. Dan maken we van gras het midden. Oké, een rood zand hebben we. Ja. En met dit kunnen we een veld maken. Oh, wacht, ik weet al wat we doen. Sorry, wacht. Ik ga het even anders doen. Dan doen we meestal met gras eromheen. En dan maken we inderdaad het rode veld dat jij het over hebt. Dat is heel goed. Dat is een heel goeie. Oké, dan ga ik vast beginnen met het veld. Ja, dat kan niet, want als ik nu dit doe, dan... Poep, is het weer weg. Al mijn harde werk, Dylan. Oké, wacht. Maken we zo. Hoe ver wil je hem hebben? Ik denk... Ja, redelijk groot. We hebben best wel even de tijd, hoor. Nou, je maakt nog wel een klein veldje nu, hoor. Ja, maar het gaat ook om dingen die er omheen staan. Het gaat niet eens zozeer alleen maar om het tennisveld, hè? Ja, het tennisveld is wel het belangrijkst. Je kan bijvoorbeeld ook een tribunetje erbij bouwen, maar dat soort dingen leveren wel vaak extra punten. Oh ja, oké, goed. Als jij gaat naar het veld, ga ik beginnen met een tribune, soort van. Oh man, mijn tribune, ik kan het helemaal niet eens. Maar, fuck it, we gaan het gewoon proberen. Je hebt goede tribuneskills, Dylan, jij kan dat. Nee, eigenlijk totaal niet. Oké, we beginnen gewoon met stairs. We beginnen met Oakwood Day, Quartz Stairs. Dat is natuurlijk een tennisvereniging, het is natuurlijk heel erg rijk. Dit soort stairs en dat soort stairs en... Oh fuck, we zoeken het lekker uit, man. Oké, we gaan ervoor. We gaan natuurlijk eerst omhoog bouwen, dus dat doen we met quartz. Quartz heb ik nodig, blok of quartz. Ja. Maar die tennisveld natuurlijk wel niet tot op super hoogte. Kijk, als die nou zo doen... Nou, het hoeven geen gigantische tribunes te zijn natuurlijk, maar gewoon een klein tribunetje. Ja, aan de zijkant hier, though. Hupsakee. En zet gewoon een bordje neer met Wimbledon, dat ze duidelijk weten wat het is, weet je wel? Ja, ik ga het proberen om een beetje ook op de baan witte lijnen aan te brengen, zodat ze in ieder geval een beetje een idee hebben dat het een tennisveld is. Ja, witte baan en een tennisnet, maar moet je van die tralies kan je net maken. Tralies kan je net, hey. Je kan het ook met spinnenwebben doen trouwens. Oh, spinnenwebben, ja, nog beter. Dat ziet er ook wel heel tof uit. Ja, en daartussen fences aan de zijkanten, dan zijn het van die paaltjes. Kijk, we hebben het al, hoppakee. Ja, dit soort thema's die zie je vaker terug. Je hebt vaak een thema meerdere keren moeten spelen, op een of andere magische manier. Ja, als je gewoon elke keer iets anders bouwt, dan is er geen probleem. Kijk, sports, ja, je kan er zoveel mee doen. Ik denk dat heel veel mensen gewoon een voetbal bouwen of zo, weet je? Ja, tuurlijk. Maar dat soort standaard dingen. Als je dit soort spelletjes ontwerpt, hè, je maakt Build Battle, dan is het toch niet zo moeilijk om gewoon in het themalijstje 100.000 verschillende onderwerpen te gooien? Nou, ik denk het wel. Moeilijk. Waarom is dat zo moeilijk? Je kan toch gewoon heel veel onderwerpen verzinnen? Ik heb dit spel nou denk een keer of 20 gedaan. Ik heb elke keer dezelfde. Ah, ik speel het zelfs super weinig. Als ik het speel, neem ik het aan het opnemen. Dus dat is wel echt 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we nog een keer. 1, 3, 4. Ik heb wel dingen verschillende keren teruggezien. Het ziet eruit bij John Smith dit. Cool. Ja, zeker? Ja, goed. Misschien wil ik John Smith even aanzetten. Misschien wel handig, ja. Laten we in ieder geval in hetzelfde texture pack werken. Oké, wacht. Oké, research pack. Dylan's edit eruit. John Smith erin. Oké, done. Oh, help. Dit moet helemaal niet weg. Oh. Yes, het is gelukt. Oh ja, het ziet er wel oké uit, moet ik zeggen. Inderdaad, oké. Jawel. Oh god, het ziet er zo raar uit van mij dit. John Smith. Ik gebruik het gewoon echt nooit. Holy moly, man. Oké, wacht. Want we kunnen... Oh, we hebben geen world editen. Dat is altijd met de hand. Scheiße. World editen in Build Battle, Dylan. Echt niet gewoon. Ja, sorry. Ik wist niet dat het niet kon. Dat was vergeten. Oh ja, duur even vergeten. Hoor. Ja, hallo. Ik ben de laatste tijd bezig met mijn eigen surf alles mooi te maken. En dan doen we gewoon world edit eroverheen. Hatsenflats. Maar ja, goed. Jij wel. hoe noemen ze het ook weer? Cobweb heet die troep. Cockweb, ja. Ja, cockweb, inderdaad. Alles komt uit de cockweb. Cobweb. Oké, mooi. Ik weet het veld. Ja, het veld ziet er goed uit, Lars. Ik ben zeer tevreden. Hier komt de trambaan dan. Zo. Trambaan. Alright. Hoe noemen ze dat? Trambaan. Oké, is die niet. Vraag maar aan je kijkers, hoor. Dat heet de trambaan. Ja, want kijkers weten natuurlijk alles heel goed. Weet alles dat beter wel. Dan. Altijd in ieder geval beter dan jij het weet. Laat dat duidelijk zijn. Ik zit ook op tennis, dus ik kan ook heel goed tennis. Waar zit je op tennis? Ja, volgend jaar Wimbledon. Shit. Is het niet. Jij hebt toch vaker fiets?
Ja, klopt. Maar dat is mijn geheime alter ego. Je geheime alter ego. Of ben jij een vacoderer? Ja. Ik doe mee bij de dames, single. Single ladies. Dat weet niemand. Nou, ik doe graag met je mee. Alleen, het is single, hè? Shit. Ik kan alleen maar duo's. Eens even kijken. Oh, god damn it, jongen. Dit gaat zo lastig worden. 1, 2, 3, 4, 5. Mijn bouwskills zijn echt heel erg roestig op het moment, jongens. Zullen we een mannetje erop zetten? Ja, dat is heel... Ja, we maken een minion. Nog een minion. Ja, maar... Ik zat iedereen te kijken. Ze kijken op de verkeerde kant op, die mannetjes bij mij altijd. Oh, je kan gewoon veeltjes neerzetten. Oh, dat is slim. Ja. Ja! Ze kijken de verkeerde kant op. Dat is echt super dom. En zet erop. Zet er meer Wim Federer of zo, weet je wel? Een soort bordje. Dat die kijkers duidelijk zien wie iets is. Hoe heet die andere dude ook weer? Nadal. Nadal en Federer. Gewoon. Oh! Maak het scheidsrechter dingetje! Oh, ja! Ja! Oh. Ja! Scheidsrechter dingetje. Wacht, goh, ik ga even 1 die op 2 zetten, want ik ben er een beetje. Oh, wat doe ik nou? Nee! Nee! Hoi. Oh, ik mag geen mobs meer neerzetten. Fuck the shit. Hé, hey, waarom? Wordt het nou ineens dirt? 3, 4, 5. Oh jeetje. De scheidsrechter kijkt de verkeerde kant op. Super kut. Oh jeetje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oh jeetje. Er moet eentje groter gaan, anders klopt mijn ding niet en dan kan ik niet slapen vannacht. Oh jeetje, Lars. Oh jeetje, Lars, ik moet opschieten. Help! Help! Je moet mij even helpen, zo meteen met mijn ding. Ik ga mijn best doen. Als dit klaar is, dan kom ik je helpen. Weet je wat? We maken hem gewoon anders. We maken hem gewoon niet helemaal netjes meer. Want ik heb nog heel korte tijd. Ah, je hebt nog 45 seconden. Meer dan genoeg. Weet je wat we doen? We doen er gewoon een paar pilaren onder en dan is het wel goed. Ik laat het gewoon doen, YOLO. De Arbo, die vindt het vast wel goed, zo. Ah joh, hè, de Arbo. Oh nee, shit! Deze is eentje te vroeg. Nee, Dylan! Ja, is eentje te vroeg! You disappoint me, sir. Ja, I'm sorry! Oh, we moeten nu echt afschieten. Oh, jeetje. Oh, jeetje. Get up! Oh, die ster zullen ook allemaal niet meewerken, Lars. Oh, jeetje. Nee! Oh, jeetje. 15 seconden, paniek! Oh, jeetje. Oh, jeetje. Heb jij die ene kant af? Nee. Bijna? Nee. Doe het gewoon zo. YOLO, 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 nee! Net niet! Wat is dit? Het is een voetbalveld. Hello, boys. En grills. Oké, we moeten gewoon zorgen dat we heel veel praten bij ons. Gewoon legendary. Ja, gewoon echt fucking. Maar dit is ook de standaard. Dit is voetbalveld. Ja, ze maken... Ja, dat is 2 voetbalvelden. Laten we sporten tellen. Voetbalveld, 2... We hebben wel een tribunetje, maar onze tribune is mooier. Really? Really? Wat is dit dan? Dit is de FAP-sport. Helemaal niet. I am pro. Jongen. Wat is dit? Hey, een voetballer. Een minion ofzo. Ja, het is een soort minion en een heel goed voetbal. Weer voetbal. Hij zal het ingooien. Ik vind deze niet zo leuk. Zet deze poep. Sorry, ik ben heel gemeen. Ben ik heel gemeen in. Nou, wat is dit dan? Eerlijk zijn. Wat is dit voor sport? Dit is tennis. Dit is een klein stukje tennis. Ja, dit is... Dit is iets. Ik zit te poeveren. Voetbal. Ja, maar dit zijn gewoon een paar dingen bij elkaar. Die bal is niet eens rond. Het is gewoon een kubus. Oh. En weer de standaard voetbalveld. Hij is niet af. Superpoep. De bal is niet rond. Roept die in Minecraft. De ja, bal hallo. Is niet rond. Je kan toch rond maken? Een soort van ovaal ding. Dat is te doen hoor. De bal is niet rond, Dylan. Wat is dit? Oh, dit is Tetris. Al-Qaeda-veld of zo. Lol, dit is meer een... Oh, ze wouden een voetbalveld, maar ja, superpoep. Sorry jongens, ze zijn heel streng. Leuk. Superpoep, wauw. Lol. En nou die van ons. Oeh, wow. Deze. Volleybal. Volleybal, deze is leuk gemaakt in de jungle. Ja, die is wel tof, ja. Ik zet deze wel op oké. Dat vind ik ook. Ja, ik ga hem zelfs wel goed geven, ik vind het wel tof. Ja, ik vind hem wel oké. Het is niet echt mooi. Wow. Oh, dit is geweldig. Hé, we zijn wel de mooiste, eerlijk. We zijn echt de mooiste. God, epic. We zijn echt super goed tot nu toe. Ik vind deze echt een 10. 10 of 10. Kom op. Wat is dit? Wat is dit? Oh, dit is de bal. Kijk. Hij zit iets aan het oprapen. Hij is geld aan het oprapen. Hij is een YouTuber. Oh, ik snap het. Ik vind het wel grappig. Ik zit hem op. Ik zit hem wel op. Oké. Ik vind hem wel. Ja! Ja! Een dikko! Met 50 punten! 125 punten! Je weet zeker hoe mooi hij ook is. Ik zeg het je eerlijk, hij is echt sick mooi. Vergeleken met die andere vind ik deze heel erg tof. Nou, 10 out of 10 jongens. Wow! Happy. Nou, Lars. Is 9/11. We hebben ons wel weer geredeemd in ieder geval.
Ja, we hebben nou, kijk, je begint derde, dan is er maar één plek natuurlijk die je eigenlijk gewoon echt wil hebben. En dat is eerste. Ja, de Duitse instelling. Het is gewoon winnen of niet winnen, Lars. Dat is het. Oké, mensen. Dankjewel, Lars, voor het meedoen. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie het allemaal awesome vonden. Had een blauw duimpje achter omhoog als je het heel erg top vonden. Hou je heel veel van kippen? Ga dan naar het kanaal van Lars, staat beneden in de beschrijving. Echt tof, moet je echt doen. Echt tof, ja. Het is een hele toffe gozer. Ja. Ik noem hem wel bitch, maar eigenlijk is hij heel lief voor jongens. Het is ja, wel heel, eigenlijk wel schattig. Een hele toffe gozer. In ieder geval mensen, dankjewel voor het kijken. Had een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace! Oh my, feels so